Het was nog donker. toen in de vroege morgen van de 22 december 1946. in onze stad. op de eerste verdieping van het huis. Schilderskade 66. de held van deze geschiedenis. Frits van Echters. ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge. dat aan een spijker hing. Kwart voor zes, mompelde hij. Het is nog nacht. Hij wreef zich in het gezicht. Wat een ellendige droom, dacht hij. Waar ging het over? Toen hij de gang weer binnentrad, zong er water in de keuken. In de huiskamer vond hij zijn moeder bezig met het gereedmaken van de ontbijttafel. Je bent waarachtig niet laat, zei hij. Vader heeft een bevlieging, antwoordde ze. Hij wou vroeg opstaan en vandaag hard werken. Frits keek haar scherp aan. Haar gezicht stond even. Zijn vader kwam uit de keuken binnen, in borstrok en met zijn bovenbroek reeds aan. De bretels hingen tot op de grond. Zijn gezicht was nog vochtig. Morgen, vader, zei Frits. Hij had het gevoel alsof hij voor het uitspreken van deze woorden door de hele luchtpijp een steen omhoog had moeten duwen, die nu voor zijn voeten viel. Morgen, mijn jongen," antwoordde zijn vader. Ze gingen aan tafel. Ik moet opletten, dacht hij. Ik moet scherp toezien. Van het eerste ogenblik dat zijn vader begon te eten, bleef hij naar hem kijken. Hij koud zonder geluid, dacht hij. Maar de mond gaat er telkens bij open. Hij bekeek de nek en voelde woede in zich opstijgen. Zeven vratte zei hij bij zichzelf. Waarom heeft hij die nooit laten wegnemen? Waarom althans niet die dingen weg? Zijn moeder schonk thee in. Bij het drinken slurpte ze zacht. Zijn vader bracht het kopje maar halverwege de mond tegemoet. Hij stak het hoofd vooruit, spitste de lippen en dronk luid. Heb je wel naar de kachel gekeken, meisje? vroeg hij. Ja, antwoordde Frits moeder, hij praat al. Zijn vader kleedde zich toen ze klaar waren, in de achterkamer verder aan. En ging na een diepe zucht in een stoel bij de kachel zitten met een boek in de hand. Frits bekeek hem bij het zitten gaan. Waarom die enorme zucht? Dacht hij. Waarom voor blaasballen spelen? Hij keek naar het hoofd met het zwarte, hier en daar vaal gekleurde haar dat achterover was gekamd, de dikke lippen van de mond die vermoeid glimlachten, en de bruine handen met korte dikke vingers die langzaam, naar nou voorzichtig tasten. De bladzijde omsloegen. Zelf zat hij op de divan dicht bij het raam. Zich iets bukkend zette hij de radio aan en zocht de stations af. Een sonate van Bach mompelde hij, legde de handen verstrengeld in de nek, leunde achterover en luisterde. Zijn vader rookte een pijp en blies langzaam in dunne straaltjes de blauwe rook uit. Frits riep zijn moeder uit de keuken. Waar heb je de zoldersleutels gelaten? Ik heb ze niet gehad, antwoordde hij toen ze binnenkwam. Wie heeft ze dan gehad, dacht je? vroeg ze. Ik heb ze niet gehad, zei hij. Heb je gisteren geen kolen gehaald? ging ze voort. Gisteren heb je toch kolen gehaald? Nee, zei hij, ik heb geen kolen gehaald. Misschien ben jij boven geweest en heb je de sleutels naderhand ergens op een tafel gelegd? Hij stond op en ging de keuken binnen. Zijn moeder volgde hem. Liggen ze werkelijk niet op de vensterbank? vroeg hij, tilde de gordijnen op en tastte onder de ramen de hele plank af. Jij hebt de sleutels gehad, zei zijn moeder. Ze moet er terechtkomen, anders gaat de kachel uit. Jij hebt gisteren de sleutels gehad. Jij hebt het laatste kolen gehaald. Hij bekeek haar, het schrale gezicht, de grijze haren, de lichte beharing om mond en kin en de steeds bewegende armen. Help ons, dacht hij. De stem is te luid. Waar is uitkomst? Zijn vader kwam de keuken binnen op kouze voeten. Hij hield het boek toegevouwen in de hand, met de wijsvinger tussen de bladzijden. Wat is er weer? Vroeg hij. Kalmeren jullie je toch? Stel je niet zo aan, zei Frits moeder. Ga toch naar binnen. Wie maakt hier lawaai? Dat gegrauw en gesnauw zei zijn vader, waarvoor is dat in godsnaam nodig? Hij draaide zich om en verdween met gebogen hoofd in de gang. Ga eens kijken of de sleutel er nog in zit, zei zijn moeder. Frits ging de trap op tot de verdieping van de zolders, vond in het slot de sleutel, waaraan met een ijzerdraadje een tweede was vastgemaakt, opende de deur en nam een papieren zakje met anthraciet mee. Beneden wierp hij de sleutels in de keuken, rinkelend op de vensterbank. Nu heb je natuurlijk geen kolen gehaald, zei zijn moeder, die net uit de huiskamer binnenkwam. Jawel, zei hij, hier is een zakje. Dat was de bedoeling niet, zei ze. Je moet ze altijd op zolder uit het zakje in de kit doen. Anders krijg ik hier al dat stof. Juist toen ze de huiskamer binnenkwamen, draaide zijn vader de radiomuziek, een fuga voor viool en klavensimbol, af. Dat gezeur, zei hij, laten we een ogenblik rust hebben. Hij liet zich met een half ingehouden zucht in zijn stoel zakken, sloeg het boek open en las verder. Frits keek op de klok op de schoorsteenmantel. Het was twintig minuten over tien. De morgen schiet op, dacht hij. Op andere zondagen zou ik nu nog in bed liggen, dus er is nog weinig tijd verloren. Hij ging naar zijn slaapkamer, trok boek na boek uit een kastje, bladerde erin en zette ze telkens weer op hun plaats. Het is hier te koud, mompelde hij. Hij keerde naar de huiskamer terug, nam een krant uit het rekje en ging bij het raam zitten. Buiten zag hij de voorbijgangers snel lopen met strakke, gespannen gezichten. De hemel was effen en had een vuile, gele tint. Op de divan gezeten volgde hij de gebeurtenissen buiten. In de twee uren dat hij zonder te lezen de krant vasthield... Passeerden in verschillende richtingen vier soldaten, twee vrouwen, elk met een kinderwagen, een jong paar, waarvan de man een kindje droeg, een jongen met een meisje achter op zijn fiets en een groep kinderen onder geleide van twee heren. Hij zag hoe een buurman zijn hond, die niet in huis wilde komen, met lokroepen en dreigementen probeerde te vangen. Ik zit hier en blijf hier zitten en doe niets, dacht hij. De helft van de dag is om. Het was kwart over twaalf. Zijn ouders trokken hun jassen aan. Jij let wel op de bel, zei zijn moeder. We gaan er een eindje om. Daarop keek ze uit het raam en vervolgde: we mogen wel voortmaken. Je zou zeggen dat er sneeuw komt. Vlug vader, vooruit maar. Tot straks. Doe je de deur achter je op slot als je weggaat. Doe je de deur achter je op slot als je weggaat, herhaalde Frits enige malen in zichzelf.